Vanaf volgende week zaterdag 13 september op de Nationale Neuzendag kan u deelnemen aan de Neuzenwandeling in het centrum van Gent. De nieuwe culinaire wandeling komt er naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van confiserie Geldof in Eeklo. Geldof maakt al sinds 1954 cuberdons en nog steeds volgens het traditionele recept. Het familiebedrijf bestaat inderdaad 60 jaar en we hebben een aantal linken gezocht tussen de familiegeschiedenis en het originele recept dat uit Gent afkomstig is. Een deel van de wandeling gaat door het Patershol, de hoek van de leerlooiers. En van origine was Antoine, toen hij 13, 14 jaar was leerlooier. De oude Kuip van Gent. Er zijn een aantal linken met de familie, met de vroege producenten. Stadsgids Dille stelde samen met Geldof de wandeling samen. Ze is zo gemaakt dat je ze perfect individueel kan doen. Het boekje leidt je naar de horecazaken waar je unieke creaties met cuberdons kan proeven. Peter van der Veire is dit jaar de ambassadeur van de cuberdon om het snoepgoed nog meer in de kijker te stellen. Een titel die hem op het lijf geschreven is. Het is heel eenvoudig. Je bijt er eerst het tjoepje af, dus op deze manier. En dan merk je... Sorry, hè. Dan merk je dat er dus die Arabische gom die erin zit, die komt er wel uitgestroomd. En dan moet je gewoon even kijken van, wauw, wat een geweldig schoon product is dat toch. Dan moet je die Arabische gom proberen, die daar wel uit te prutsen, totdat je niet meer kunt. En dan stopt hem helemaal in je mond. En dat is het moment dat je weet van, fantastisch. Dus zo lekker, maar altijd met tjoepje beginnen. Heel belangrijk. Het boekje van de wandeling is gratis af te halen bij Chocolatier de Graslei, het Marriott Hotel en bij Max Wafels. De speciale recepten gemaakt met cuberdons, die zullen een jaar lang op de menukaart staan.